Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de nieuwe voorjaarsproducten van Essence zien. Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. Normaal gesproken komt de voorjaarsproductupdate in februari. En dan in augustus heb je de producten voor het najaar in de schappen liggen. Dit jaar is alles wat verlaat omdat het denk ik met corona te maken heeft. Dus de producten lagen nu wat later in de winkel. En ik ben heel erg laat met deze video. Omdat ik wat dingen wilde hebben uit het grote schap van Essence. En ik heb alleen kleine schapjes in de winkels hier. Dus dat betekende eigenlijk dat ik wat producten wilde bijbestellen in eerste instantie. Alleen dan was het weer niet op voorraad. Of dan hadden ze dat weer niet. En ik was ook een beetje bang, omdat er een paar poederproducten bij zaten, dat het misschien kapot zou aankomen met het verzenden naar mijn huis toe. Maar toen was ik dus, een poosje terug was ik in de stad en toen heb ik dus wat producten gekocht uit het grote schap van Essence. En het is nu dus tijd om die producten aan jullie te laten zien. Ik ga de producten nu niet swatchen, omdat dat niet mooi is voor de foto's die ik er nog van wil maken, voor reviews of voor mijn blog. Maar mocht je nou denken van dit product zou ik wel een video willen zien of ik zou hem wel op je blog willen zien wat sneller, dan mag je het altijd even laten weten, want dan kan ik altijd wat schuiven met het schrijven van de reviews. Maar mocht je benieuwd zijn welke producten er nieuw zijn bijgekomen in het schap van Essence, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een mascara en dat is de Isle of Extreme Crazy Volume Mascara. Ze hebben eigenlijk deze al in het standaard assortiment zitten, maar ze hebben nu een waterproof variant uitgebracht. De verpakking is verder hetzelfde, alleen de normale variant die heeft zwarte tekst. En deze heeft dus blauwe tekst, omdat deze waterproof is. Het is een waterproof mega volume mascara met een ultra black resultaat. En is ook te gebruiken als je contactlenzen gebruikt. Nou, ik gebruik soms ook wel lenzen, dus dat is wel heel erg fijn. Ja, hij ziet er niet heel bijzonder uit, de huls, maar... Ja, omdat hij eigenlijk vrij basic is. Laten we naar het borsteltje gaan kijken. Hij heeft zo'n borsteltje. Daar ben ik dus zelf niet echt een heel groot fan van. Want ik ben meer van de borsteltjes met haren. En dit is plastic en daar hou ik niet zo van. Hij heeft hele korte haartjes. Ik heb zelf niet zulke hele goede ervaringen met dit soort borsteltjes. Maar misschien is de mascara zelf wel heel erg fijn. Maar ik was wel benieuwd naar deze variant. Dus die is allereerst erbij gekomen. Dan heb ik ook een nieuwe primer. En dit is de Moisturizing and Nourishing Non-Comedogenic plus Aloe Vera Primer. Het is van de Skin Loving Sensitive. Dat is deze. En hier zit geen alcohol in en ook geen geur, zeg maar. En geen siliconen, parabenen en minerale olie. Dus het is wel weer een hele natuurlijke primer eigenlijk. Hij is ook heel geschikt voor als je een gevoelige huid hebt, staat er achterop. En dat komt natuurlijk omdat er aloe vera in zit, maar verder geen toegevoegde producten. Dus ja, dat is eigenlijk wel iets waar ze steeds meer in meegaan. Ik ga ervan uit dat hij nog afgesloten is. Oh nee, hij is verder niet afgesloten. Hij heeft zo'n verpakking, dus eigenlijk prima. Ik ruik inderdaad ook geen geur, maar nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar de primer. Er zit 30 ml in, dus ja, deze vond ik er wel heel goed uitzien. Dus ja, ik ben er benieuwd naar. Dan heb ik een mineraalpoeder en deze komt uit de Skin Loving Sensitive lijn. Hetzelfde als de primer die ik net liet zien. En dit is de 01 Translucent. Dus deze is geschikt voor eigenlijk iedere huidskleur. Omdat hij dus transparant zou zijn. Maar als ik in het doosje kijk vind ik hem niet direct transparant. Omdat hij wel een licht kleurtje heeft. Hij heeft een blurring en mattifying effect en er zit ook aloe vera in. En ook deze bevat geen alcohol, geen geuren, geen siliconen, parabenen en minerale oliën.
Waarom staat een doppelvulde in? Zit in dit bakje. Het is gek. Nou, dat staat dus niet duidelijk aan. Oh jawel, wacht. Ja hoor, hier, heel klein, in het blauw. Blauw op blauw. Nou, ik ga hem even openmaken, want ik wil de poeder natuurlijk sowieso even van dichtbij laten zien. Er zit 9 gram in en er staat dus heel leuk ook Skin Loves Sensitive ingedrukt. Maar zoals je kan zien heb ik niet direct het idee dat dit heel erg translucent gaat zijn. Maar misschien dat het gewoon helemaal niet opvalt hoor op je huid. Maar dat gaan we wel zien als ik hem eindelijk ga proberen. Maar hier was ik heel erg benieuwd naar. Omdat ik, ja, ik vind die lijn toch wel heel bijzonder die ze hebben uitgebracht. Dus dat is dan de poeder. En ik heb daar ook nog een... concealer van. Deze komt dus ook uit de Skin Love in Sensitive lijn. En dit is een Covering and Caring Concealer. Heeft eigenlijk ook een beetje dezelfde kleuraccenten met dat blauw. Ik heb hem in de kleur 10 Light. Ook geen mineralen, olie, parabenen, siliconen, alcohol en geurtjes zitten erin. 3,5 ml zit erin. Het is een concealer heel geschikt voor de gevoelige huid. Heeft een verzorgende textuur met aloe vera. En je kan de dekking opbouwen. Dus dat is natuurlijk altijd wel heel erg fijn. Ik ben zelf voor de lichtste kleur gegaan. Je had meerdere kleuren, maar de lichtste kleur leek mij het beste bij mijn huid passen. Hij heeft eigenlijk wel gewoon een basic applicatortje. Hij loopt aan de onderkant iets hoger op, zie ik. Maar ja, ik vind hem er verder zo op het eerste gezicht wel heel goed uitzien. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, want... ja, ik zie toch wel dat Essence daar heel erg mee bezig is om heel veel producten uit te brengen waar zo min mogelijk toegevoegde producten in zitten. Zodat het eigenlijk een heel natuurlijk product is. Dus hier ben ik ook zeer benieuwd naar. Dan heb ik een product voor de wenkbrauwen en dit is een brow wax pen en hier zit chia butter in. Ik heb hem in de 01 transparant. Dit is een kleurloze waxpen. Hij ziet er overigens zo uit. Ik zal hem zo beter laten zien, want nu zit net het stickertje voor het gedeelte waar het potloodje zit. Waarmee je je wenkbrauwen dus in shape kunt brengen en ze goed op zijn plek kunt laten zitten. Er zit dus chia butter in en ook vitamine E en dat is natuurlijk heel verzorgend. Het is dus gewoon een pen die je wel zelf moet slijpen of een potlood eigenlijk. Ik vraag me wel af hoe ik dit weer geslijpt ga krijgen, want ik weet niet of ik zo'n grote puntenslijper heb die zo'n dik potloodje kan slijpen. Maar goed, voor nu is hij natuurlijk gewoon hartstikke scherp, dus hoef ik maar nog geen zorgen over te maken. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit goed werkt. Ja, ik vraag me een beetje af waarom er dan die verzorgende producten in zitten, want volgens mij... brengt het niet zo heel veel schade toe aan je wenkbrauwen. Maar goed, mocht je een hele gevoelige huid daar hebben, kan het natuurlijk wel heel fijn zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd naar deze brauwwaxpen ook. Dan heb ik een lipcare booster. Dit is een lippeeling met 10% avocadoolie erin zitten. Het is een verzorgende Conditions Renews Smooth product. En die ziet er dus zo uit. Ik vind de verpakking wel heel leuk met die avocadootjes er ook op. Ik moet zeggen dat Essence wat dat betreft met zijn producten wel heel erg vooruitgang boekt. Want vroeger kon het nog best wel eens wat kinderlijke ogen. Maar dat heb ik totaal niet meer dat ik dat vind. En op zich maakt het me ook niet zo heel veel uit hoor. Want ik vind hun producten gewoon heel fijn. Nou ja, het is dus een lip peeling met 10% avocadoolie voor soft en smooth lips. Er staat niet heel duidelijk op hoe de peeling in zijn werk gaat, maar meestal kun je het gewoon aanbrengen en dan heb je naar de hand zachte lippen. Vaak hoef je het ook niet af te spoelen. Oeh, hij ruikt heel lekker. Echt zo'n heel lekker avocado geurtje. Ik heb zelf het idee dat je misschien het bovenkantje er een beetje af moet halen, zodat de peelingdeeltjes naar voren komen. Maar goed, dat ga ik wel zien als ik hem ga gebruiken. Maar ik ben wel heel dol op lippeelings. Want ik heb best wel snel last van droge lippen. Vooral als ik een tijdje liquid lipsticks gebruik, dan willen ze extra uitdrogen. Dan vind ik een lippeeling heel fijn. En de geur die vind ik ook echt fantastisch. Dus
Ja, heel leuk weer een lip peeling. Want ze hebben wel een lip peeling gehad, maar die is op een gegeven moment uit het assortiment gegaan. Dan heb ik ook een lipserum. Dit is ook uit die Lip Care Booster lijn. En hier zit 10% perzikolie in. Die ziet er zo uit. Die heeft dus hele kleine perzikjes op de verpakking staan. Heel leuk gedaan. Het is een lipserum. Oh, dit is alleen maar in het Duits. Oké. Dat ga ik niet eens proberen, want ik kan hier echt helemaal niks van lezen. Maar een lipserum, ja, dat maakt je lippen eigenlijk ook gewoon heel zacht en verzorgend. Dus dat is dat. Ik ben wel even benieuwd hoe dat dan eruit ziet. En naar de geur natuurlijk. Oeh. Oh, die is heel lekker. Oh, ik zou eraan blijven kunnen ruiken. Ja, ik moet altijd aan producten ruiken. Het is wel een heel klein applicatortje. Het lijkt een beetje een lipgloss applicatortje, maar dan heel smal. Maar ik ben nu al benieuwd. Als ik die geur ruik, dan wil ik het eigenlijk het liefst gewoon gelijk op mijn lippen smeren. Maar goed, dat gaan we natuurlijk niet doen, want ik heb al kleur op mijn lippen. Maar ja, ik word wel heel enthousiast als ik dit zo ruik en zie. Dus dat is die. En uit die lijn heb ik dan ook nog een lip butter. En hier zit dan weer 10% kokosnootolie in. En hier staan ook weer kokosnootjes op. Staat dit er dan wel in het Engels op? Lipboter met 10% kokosnootolie voor plump lips en moist. Er zit 12 ml in trouwens. Ik heb dat eigenlijk bij deze niet genoemd. In het lipserum zit 10 ml. En in de lip peeling zit 5 gram. Maar goed, hier zit dus 12 ml in. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Ik vind het ook wel lekker compact. Dus je kunt het ook wel heel erg makkelijk meenemen. Ik vind het dopje ook wel grappig, want hij heeft een beetje van die hoekjes. Deze kan ik nog niet ruiken, want deze zit heel mooi afgesloten. Dat is ook altijd wel fijn. Dus ja, dat is misschien wel iets waar je op moet letten. Zou je bijvoorbeeld zo'n product willen kopen, kijk dan even in de winkel of die afgesloten is. Want er liggen nu geen testers door corona. En het kan natuurlijk wel zijn dat mensen gewoon benieuwd zijn naar een product. En dat ze toch even zo'n sealing loshalen. Dus als je echt zeker wil weten dat je gewoon een heel nieuw product hebt, zou ik gewoon eventjes... Gewoon even kijken of die echt goed afgesield zit. Maar dat is die. Ik vind het ook leuk dat ze met verzorgende producten zijn gekomen. Dan heb ik ook nog een lipstick. En dit is de Climber Glow Color Changing. Deze vond ik er zo fantastisch uitzien. Dit is een glitter lipstick die dus eigenlijk aanpast naar de kleur van je eigen lippen. Dus dat heeft met de pH-waarde te maken. Maar kijk hoe leuk. Die verpakking is holografisch. In deze verpakking zit 3 gram aan lipstick. Er staat verder eigenlijk niet heel veel op. Er staat wel op dat die roze zou uitlopen. Dus dat is natuurlijk wel goed om te weten. Krijgen we dit ook open? Ja, we krijgen het open. Kijk, en hij heeft glitters. Maar op je lippen gaat hij dus een andere kleur geven. Maar dit is dus helemaal verschillend per persoon. Omdat het echt aan de pH-waarde ligt die in je zit. Aan licht die in je lippen zit. Dus ja, als jij een hele hoge pH-waarde hebt, zullen je kleuren veel donkerder roze kleuren dan iemand die een wat lagere pH-waarde heeft. Oh, het ruikt ook nog eens super lekker. Nou... Oké, op het eerste moment ruikt hij heel lekker, maar als je heel dichtbij komt, dan vind ik het minder lekker. Maar ik vind hem wel heel erg tof eruit zien zo met die glitters. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat hij dan bij mijn lippen zou doen. Omdat het natuurlijk zo verschillend is per persoon. Dus die vind ik ook super leuk. Dan heb ik ook nog een What Fake Plumping Lip Filler. En hier zit hyaluronic acid in en vitamine E. Hij is transparant en heeft een pearly finish. Nou, hij zit netjes in een doosje.
88% zag een plumping effect, 90% zag een instant effect en 84% zegt dat het een hydraterend gevoel geeft. Het is een plumping lip filler met hyaluronic acid voor een instant plumping effect en hydraterend. En je zou hier dus vollere lippen van krijgen. Het is trouwens de naam 01 Oh My Plump en er zit 4,2 ml in. Maar laten we gewoon even kijken hoe hij eruit ziet als hij uit het doosje is. Dat is natuurlijk wel eventjes van belang als ik het een beetje open krijg. Ja hoor, het lukt. Altijd fijn als het lukt. Dan ziet het hulsje er verder zo uit. Niet heel spectaculair. Eigenlijk lijkt hij gewoon heel erg op een huls van lipgloss. Ik vind dat lipje wat erop is gedaan wel heel leuk. Maar ja, het ziet er eigenlijk verder vrij basic uit. Oh, er zit wel menthol in. Maar dat had ik wel kunnen verwachten omdat het een plumping lip effect geeft. En meestal doen ze dat met menthol. Dit is de applicator. Ook deze loopt weer een beetje iets boller af. Maar eigenlijk ook wel een beetje een soort lipgloss applicator. Alleen deze is iets platter en smaller. Maar ik ben wel benieuwd of ik hier vollere lippen van krijg. Ik heb zelf eerder wel producten al geprobeerd waar menthol in zat. En daar zag ik het niet heel erg bij. Maar als het nu zo groot wordt aangekondigd, zou je toch denken dat deze echt daadwerkelijk wel een lip filling effect moet geven. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze ook. Dan heb ik ook een aantal nagellakjes. Want ja, ze hebben ook nieuwe nagellakjes uitgebracht. En dat zijn de Pretty Fast Nail Polishes. En deze zouden in 40 seconden droog zijn. Ik heb hier allereerst de kleur 03 Ready Steady Red. Het zijn vrij compacte nagellakjes. Er zit 5 ml in. Dus ook heel handig om weer mee te nemen. Het is een snel drogende nagellak. Je moet twee laagjes aanbrengen voor een high coverage finish staat hier. Staat verder niet bij of die long lasting is of zo. Ik zal er eentje opendraaien zodat je even kunt zien wat voor applicatortje bij zit. En dan laat ik de andere kleurtjes even gewoon zien. Want het is natuurlijk een beetje onnozel om dan weer dit open te draaien. Maar er zit dus eigenlijk zo'n applicatortje in. Ik hou hem een beetje zo. Alles gaat de nagellak lekker, maar het is eigenlijk een basic applicatortje. Iets smaller als bij de meeste nagellakjes, maar ik had wel een wat kleiner applicatortje verwacht. Omdat het ook een wat kleiner flesje is. Het heeft wel typische nagellakgeur, maar dat is dus allereerst deze. Dan heb ik hier de kleur 02 Blush Rush. Dat is een heel mooi roze kleurtje. Ja, ik hou heel erg van roze ook. Die vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Daar word ik ook wel blij van. Dan hebben ze nog een roze kleurtje en dat is de 01 Quick and Pink. Die is net wat lichter. Dit is meer een beetje pilpink. Want als ik deze twee rozen naast elkaar hou, zie je heel duidelijk het verschil tussen licht en donker. Maar die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Ik vraag me wel af of deze heel goed gaat dekken. Want meestal hebben lichte kleuren een beetje moeite. Maar dan kan je er altijd een witte nagellak onder aanbrengen. Dan is de dekking veel mooier en veel opvallender. Dan hebben we een paarse variant en dat is de 05 Purple Express. Ik hou ook wel heel erg van paars. Dus dat vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus dat is deze. En dan heb ik nog de 04 Cherry on the Run. En dat is eigenlijk ook een beetje een rood kleurtje. Maar weer donkerder als deze. Dus die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze nagellakjes. En ja, ze zien er in ieder geval heel schattig uit. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Oh. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En dat zijn twee oogschaduwpaletten. Dat zijn de Out in the Wild oogschaduwpaletten. En hier was ik heel erg benieuwd naar. Ik begin even met de roze variant. Dit is de 01 Don't Stop Blooming. Een oogschaduwpaletten. Duik in een zee met bloemen. Creëer eindeloze looks met 12 hooggepigmenteerde kleurtjes. Van mat tot metallic.
kleuren zitten erin. Dit paletten. In dit paletten zit 10,2 gram aan oogschaduw. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien zo met die bloemen op de achterkant. Hij heeft ook een beetje... Ja, het voelt een beetje wat voller aan als ik er zo overheen wrijf. Het is een beetje erop gedrukt. Dus het ziet er echt heel erg leuk uit. Er zit een spiegel in. Altijd fijn. En dan zijn dit de kleurtjes. Ik vind het wel leuk dat ze ze op deze manier hebben opgebouwd. En als je heel goed kijkt, zie je dat hier ook een bloemetje in staat. Ik hoop dat het op de camera goed te zien is. Maar hier staat dus een bloemetje in. Het zijn wel gevarieerde kleurtjes. Het ziet er wel heel leuk uit. Leuk ook dat ze gekozen hebben voor zowel matte als metallic kleuren. Dan heb ik hem ook in de groene variant. En dat is de 02 Don't Stop Believing. En het is niet Don't Stop Believing, maar Believing. En dit is een oogschaduwpalette. En hier staat Welkom in de Jungle. Creëer eindeloze looks met deze 12 hooggepigmenteerde kleurtjes. En ook hier zitten matte en metallic kleuren in. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is verder hetzelfde opgebouwd, ook met de spiegel. Ook deze kleurtjes zijn wel heel erg leuk. Ik krijg hier inderdaad wel een beetje een jungle effect van. Een beetje zo Tarzan-achtig. Ik weet het niet. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Want hier staan dan een soort takjes in verwerkt als je heel goed kijkt. Dat is wel heel erg leuk gedaan. Ook op de voorkant natuurlijk staan hier gewoon takjes. En deze zijn ook weer wat boller als je er overheen wrijft. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze oogschaduwpaletten. Ze zien er in ieder geval heel erg leuk uit. Dus nou ook hopen dat ze echt hoog gepigmenteerd zijn. En dat je er leuke looks mee kunt maken. Dan waren dit de nieuwe producten van Essence van het voorjaar van 2021. Er zijn echt nog veel meer producten verkrijgbaar. Ik zal even een linkje van het persbericht die ik op mijn blog heb gezet in de beschrijving zetten. Mocht je daar dan benieuwd naar zijn, dan kun je altijd eventjes kijken wat er verder nog meer te verkrijgen is. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar deze nieuwe producten en heb ook wel zin om ze te gaan gebruiken. Ik vind het in ieder geval wel heel positief als ik het zo zie. Dus we gaan het zien bij de uitwerking. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf een fan bent van make-up van Essence. Of dat je er helemaal niks mee hebt. Of misschien heb je ook al wel wat nieuwe producten uit deze lijn gekocht. Ik zou het leuk vinden als je laat weten wat jij misschien ook het leukste product vond uit de video wat ik je heb laten zien. Dus laat het dan zeker eventjes weten. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button met een abonneerknop. En als je daarop klikt, kun je ook gratis abonneren. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!